Nou, zitten we dan? Ja, ik stap nog één keer bij Patricia in de auto. De hork, zoals hij dat zelf zegt. En ja, ze gaat me een kleine opfriscursus geven, autorijden. Omdat er best wel wat reacties zijn gekomen. Dat ik gewoon niet meer de weg op moest gaan. Dus we hebben besloten dat we nog één keer de auto ingaan. Ik wil nog even voor de duidelijkheid. We zijn allebei getest op corona en we zijn negatief. Dus, pas beter bij ons, hè? Dat negatieve. Dus, ja, we mogen zonder mondkapje in de auto. En we gaan denk ik gewoon rijden. Ja, gaat rijden. Ja. Succes. We moeten deze toch wachten. Oké. Je moet de koppeling nog niet op laten komen. Niet. Wou je nog wat zeggen? Kijk. Er staat er eentje te kijken die denkt, oh my god. Hm? Nou, probeer je handen in ieder geval aan het stuur te laten. Ja. Je handen in ieder geval aan het stuur. Zoveel mogelijk vast, we kunnen het nu niet zo goed zien. Doe jij? Nou nee, dit heb je expres gedaan. Het is allemaal weer heel toevallig dit. Niet te snel opslaan. Nou, diesel, maar hebben. Diesel? Ja. Dus nu? Hangen inhouden. Ja, maar... Van in de drie. Oh, prima. Wel een beetje naar rechts. Hij rijdt een beetje in het midden van de weg. Ik wil niet zeggen, de auto is groot. Maar ja, dan zeg jij, je geeft altijd de auto is groot. Ja, kijk. Zie je? Hier kan je... Oh, nee. Hier kan je zitten. Nee, maar dat vind ik echt heel eng. Oh, kijk. Nee, niet doen. Dit is je plaats van de weg. Ja, maar dit is... Heel dicht bij die stoep. Dan rijd ik een lekker band. Hé, Wart, mag ik hier? We gaan links. Wart, mocht er hier? 30. Nee, 50. Oh, dat gaat lekker, Bradley. Ja, maar ik durf niet zo dicht bij die stoep. Rij eens door. Jezus, mina. Daar waar het kan, gewoon lekker vloeiend doorrijden. Niet te dicht langs de kant inderdaad. Maar ik mag 30. Ja, hier wel. Ja. Maar net niet. Laten we het uitrollen. Niet de hele tijd... Dan word ik weer zo misselijk. Hey, hoe vind je dit nou? Dan zitten we toch weer met z'n tweeën in de auto. Ja, wie had dat gedaan? Vind je het nou erger dan de eerste keer? Nou ja, ik vond jou de eerste keer echt een kutwijf. Ja, dat weet ik. Dat geef ik niet meer van. Nu ken ik je iets beter. En ik weet wel dat je ook tijdens de slechtste chauffeur van Nederland had je het beste met ons voor. Je wil eens echt beter leren auto rijden. Of je het nou wint of niet. Ja, tijd klaar zijn dus. Ja. Daarom zit ik hier nu ook. Laat hem gaan. Even trollen trekken. Doortrekken. Trek hem door. Maar dat is toch niet goed voor de benzine? Ja, juist wel. Wel. Nee. Doorremmen. Rustig los. Klaar zijn. Ben je niet klaar? Niet stilzetten. Oh, wat zit je te bumper kleven? Nee, dat doe jij. Nee, hij zit om mijn kont. Ja, maar dat doe jij. We gaan rechts of zo naar de rotonde. Remmen. Koppelen 2. Alles los. Het is allemaal zoveel tegelijk. Hey, welkom in de auto rijden. Maar het is dus ook zo, want ik sta wel eens dan bij een stoplicht. Verkeerslicht, ja. Dat is hetzelfde. Nee, dat is niet hetzelfde. En dan wil iemand een wedstrijdje met me doen. Ja. Dan staat er iemand zo naast. Ik ga zo doen. Ja. Maar ik ga dus altijd veel te snel schakelen. Ja. Ja, en dan kom ik dus niet vooruit. Nee, en dan binnen ze. Je moet hem even laten gaan. Je moet hem even laten blaren. Anders stuur ik kort voor 3. Hoe meer stuurvastheid je houdt, hoe beter het is. Het heeft ook met die airbag te maken. Je zit in het midden van je stuur. Op het moment dat je een aanrijding krijgt of wat dan ook, wil je je handen op 2:15 hebben. Zit hij hier? Ja. Dus? Als jij een aanrijding krijgt en je hebt je hand... krijg, heb ik eerst een stuk plastic in mijn gezicht. Nee, dat klapt naar boven of naar onder. Ik denk al. Rotonde straks links. Niet te vroeg aangeven. Kijk eerst naar je zijstraat. We gaan wel straks de eerste oprit naar rechts toe. Niet aangeven. Niet. Blijf gewoon in het midden rijden. Kijk ook ver die straat in, hè? Kort sturen. Rustig aangrijpen, terugsturen. En dan niet waksen, hè? Dat willen we niet zien. Niet van die rare bewegingen maken. Welke rare bewegingen? Zo. Ik moet er toch omheen. Rustig. En ik mag voor jou niet waksen. Ja, je kan hem gewoon een heel klein beetje bewegen. Kijk, als jij die auto, geef eens een beetje gas bij. Als je zou bijna tegen die paal, Patrice. Nee, dat lijkt zo. Kijk, als jij nu zo doet, dan doe jij helemaal zo. Je kan hem gewoon een beetje meenemen. Dit is onvoldoende. Dan kom je er al aan. Oh, langs. Nee, dat is veel te dicht. Jezus. Zullen we eens even een auto uitkiezen om te parkeren? Nou, dit is een goed vak. Richting even aan. Oh, ja. Ja, maar dit is weer zo'n moeilijk. Dit is ook weer zo'n beslissing. Je moet zorgen dat je vooraf bedenkt, oké, waar ga ik het doen? Maar dit moet je nog een keer uitleggen, want we gaan dus nu file parkeren. Mm-hmm. Als de kont bij de achterkant is, dan moet ik draaien. Maar deze heeft een grote kont. Dus ik denk dat ik nog een stukje naar voren moet. Nee.
niet. Nee. In principe, als jij een klein autootje uitkiest, zoals het autootje naast ons, dan zorg je er dan altijd voor dat jouw spiegel de hoogte van zijn achterkant komt van die auto. Want hij staat nu gedraaid. Ja, moet ik dan... Nou, dat is prima zo, dit red je. Achterbank gelijk op de voorkant sturen. En rustig hou je koppeling laag. Blijf spelen. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Kijk om je heen. Ga je af en toe even op je zijkant kijken van, hé, ben ik er al bijna? Nou, spiegel op de voorkant van de auto. Blijf een stukje nog laten rollen. Niet stilvallen, hè? Blijven rollen. Moet het nou sturen of niet? Of niet. Je laat hem stilvallen en nu ga je rustig terugdraaien. Maar blijven rollen. Hij moet niet stilvallen. Hij moet blijven rollen. Heeft deze geen piepers? Jawel, maar hij is er nog lang niet. Hij gaat wel piepen, toch? Nee. Oh, nu zit ik er. Bijna, ja. En dan gewoon een stukje naar voren. Hoeveel zet je naar voren? Want hoeveel heb jij nu gewakst? Was dit al, want hoe sta je nu scheef? Jij stuurt veel te veel naar rechts. Ik heb hier helemaal zin om een item met jou te gaan maken, joh. Item? Ja, fantastisch. Wat voor item? Nou, gewoon opnieuw leren rijlezen met Bradley. Oh. En Patrice. Nou, als jullie het zitten, dan kom je even onder in de comments. Maar is deze ene rijles niet genoeg dan? Denk het niet. Dus ik ben nu al gezakt? Ja. Nee, weet je, er is gewoon heel veel... Kom, doorstroom 30. Nou, Patrice. Ja. Nu ben ik gewoon weer gezakt. Ja, maar weet je, jij kan zoveel anders gaan denken als je het maar wil. En die wil moet anders... Jouw denkwijze moet anders worden. Jij zegt, ja, maar er is niemand. Nee, dat klopt. Maar als er nou wel eens iemand is, dan ben jij jezelf dus niet aan het aanleren om het aan te geven. Gaan we links aan. Weer rechts gaan. Want je neemt eigenlijk de deel aan de rechts. Nee, het is heel smal. Nee, ga door, niet remmen. Nee, niet zo hard. Ik zie dit toch niet? Het is hier kei smal. De rectificatie van die... Oh, je hebt hier zee. Zit hier ook zee onder? Ja, toch? Nee. Zijn we nu bij de Waddeneilanden? Ga eens even naar rechts met die auto. Is dit de zee? Hou die auto wat meer naar rechts. Patrice, meer naar rechts. Of die rechtskanaal. Of kijk verder rechts, met je auto. Rechts. Wat is rechts? Mijn kant. Niet met z'n tweeën naast elkaar. Nee, niet nee, dat sturen. Past niet. Sturen, sturen, meer naar rechts. Dat past prima. Niet zo op hun gefocust zijn. Oh, daar heeft hij weer in mijn goede middelweg zijn auto geparkeerd. Bradley, stoppen nu. Er zit gewoon verkeer achter jou. Ja, dan moet hij maar inhalen. Blijf rijden. Nee, opzij. Naar rechts, naar rechts, naar rechts, naar rechts. En door. Wat doe jij? Linksaf. Links, ja. Tijd klaar zijn. Kijk naar rechts. Kunnen we? Ja, met die bomen, ik zie dat niet. Ja, maar je moet eerder beginnen met vergaren van informatie. Op het moment dat je dan bij het kruispunt nee, bent... Nee, want weet je wat het is? Kijk, jij zegt tegen mij naar links. Dan zit ik al zo, want ik weet dat niet wat links is. Ja, dus dan is al, ben ik al aan het nadenken seconden. Wat links en rechts is. Mm-hmm. Nou, dan ben ik erachter wat links is, maar dan ben ik al bij het kruispunt. En dan moet ik weer tempo maken, dan moet ik weer schakelen, dan moet ik weer koppelen. Dan moet ik weer kijken. Is automaat niet beter voor jou? Dan hoef je daar niet meer over na te denken. En maar al die bewegingen die jij onnodig maakt, dan wordt de auto heel onrustig van. Iedere beweging waar jij afgeleid bent met je telefoon of whatever, dat is vet irritant. Want ja, dat leidt alleen maar af van jouw rijtaak. En die rijtaak is al niet spectaculair. En dat wordt alleen maar erger en gevoed door andere dingen. Dit is wel eng. Laat maar rollen. Laat hem midden rollen. Op de weg een paard. Ja, dan kan ik er nu met 60 voorbij. Nee, dat hoeft ook niet. Je kan ook aanpassen. Oh, hij komt op deze kant. Nou, ja. Waardeloos. Ja. Nee, jullie hebben in ieder geval nu gezien hoe dat het vooral niet moet. Maar wil jij nou een opfriscursus of wil je gewoon je allereerste rijles bij Patricia Nijman? Ze gaat één rijles verloten. Onder alle mensen die onder dit bericht 4 vrienden taggen, dan moet je mij volgen, Bradley.Schellekes, Patricia Nijman en Nijman Rijopleiding. En dan natuurlijk die 4 vrienden hieronder taggen. En wie weet zit jij gewoon over 2 weken bij Patricia Nijman in de auto. Toppie, tot gauw!